Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Uw adres voor reparatie en onderhoud. Gaat het, of moet ik helpen? Ja, dit is het. Ach, kijk. Nou, kom even verder. Oh, kijk uit, maat. Jonge God. Nou, je bent toch jarig vandaag? Ja, dat is wel fijn. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, dankjewel. En je weet het misschien niet, maar jij bent de enige, de hoogst gedecoreerde in, maar van Doesburg zeker wel. Ja. En dan krijg je een brief van de koning dat je een cadeau moet brengen op zijn 75ste verjaardag, om zijn 80ste verjaardag, op zijn 85ste, tot je 100ste ben je nog niet van mij af. Weet je, het is ook de bedoeling dat je dan even memoreert wat iemand dan allemaal al gedaan heeft. Dat heb je waarschijnlijk al heel vaak gehoord. Maar je noemde het al zelf, Ubbink. Je hebt je opgewerkt daar tot algemeen directeur. Je hebt een ongelooflijk sociaal hart, ook bij Ubbink. Heb ik begrepen, ik heb het allemaal niet meegekregen, maar dat je ook heel veel deed voor de werkgelegenheid en ook voor de kansarme mensen. Dat je daarvoor heel veel hebt gedaan, dus dat is natuurlijk al geweldig. Wat je nog meer hebt gedaan is het sponsoren en mogelijk maken van culturele zaken in Doesburg. De Matthäus Passion, daar ben ik je erg dankbaar voor, want mijn collega's vechten om, ik koop altijd 4 kaartjes om mee te kunnen, dus dat vind ik altijd, ik nodig altijd iemand uit. De Sinterklaasoptocht, nou, vinden we ook hartstikke leuk. Je hebt dan in je officierschap gehad en nou, dan denk je, dan heb je toch genoeg gedaan, want je hebt het hoogste, maar nee, niet bij jou, nee, niet bij jou, nee. Je hebt je ingezet voor, en dan noem ik een aantal dingen, en het zal allemaal niet uitputtend zijn. Ik zal dingen vergeten. Ja, wat doen zij hier? Ik snap niets van, hè? Bestuurslid Gasthuiskerk. Voorzitter Stichting Vestingstad Doesburg. Voorzitting Stichting Doesburgs Goed. Het relatiebeheer van Stichting Duurzaam Doesburg. Voorzitter van de Rotary Doesburg. Je bent de initiator van het Stichting Zilvermuseum Doesburg. Gaan we ook openen binnenkort. Bestuurslid van de Industriële Kring Doesburg. De ondersteuning van het initiatief plaatsing ooievaarsnesten in de uiterwaarden bij Doesburg. Ja, ja, een breed scala. Voorzitter van de Stichting Vrienden van Huizen Sint Elisabeth en de Hessengracht. En iedereen die ik spreek, die heeft hele warme, mooie woorden over je. Hij is helemaal stil. Ik snap helemaal niets van. Maar ik ga nog heel even door. En dan ga je het snappen, denk ik. Je hebt een tomeloze energie. En je geeft het ook aan wanneer je bij vrienden komt eten van, ik zit op corona zoveel thuis, ik heb zoveel energie. Als ik te veel praat, moet je het zeggen. En u... Je zit zo vol verhalen dat eigenlijk iedereen kan gewoon gaan zitten met zijn glas wijn. En het is gewoon een entertaining de hele avond. Ik herkende dit helemaal. Jij boeit mensen en je neemt ook ze mee met zijn enthousiasme en je gaat ervoor. Je bent volgens mij een rasoptimist. Je bent heel erg optimistisch. Als er een probleem is, dan ben jij de eerste die oplossingen gaat geven. En mogelijkheden vooral, en dat is heel erg mooi om... Ja, die meerwaarde te proberen creëren. En ook voor onze stad. Vooral ben je... Goedemorgen. Sociale betrokkenheid. Je bent de initiatiefnemer en de stuwende kracht voor bijvoorbeeld de Haringparty. Waarmee geld opgehaald wordt voor mooie doelen in onze stad. Ja, met Jan Strating. Ja, inderdaad. Klopt. Je hebt een heleboel ideeën. Je bent voorzitter van de Rotary geweest. En toen zei je, zie ons nou eens hier zitten met al onze ervaring. Daar moeten we wat mee doen. We moeten startende ondernemers helpen. Zoek ze op, ga in gesprek. Zo, ik denk dat dat zo ging. Hè? Zoek ze op, ga in gesprek. En ga doen, want het werkt. En een voorbeeld daarvan is dat jij zag dat de viswinkel niet zo heel goed liep aan een doodlopend straatje. En toen ben je op eigen initiatief in gesprek gegaan met de ondernemer. En je hebt er alles aan gedaan om de winkel te helpen verplaatsen naar een veel betere locatie in de Meipoortstraat. Draait een stuk, goed. En ook ben je lid van een kookclub. Oh, ja. Ja, ook nog. Ja, dat ligt denk ik nu op een... Daar hoef je niet voor te hebben, hoor.
Ja, dat koken, daar laten we het midden. Ja, maar je bent samen met Arie van de Heuvel ben je toetjespecialist, ja, ja, heb ik begrepen. Ja. En dit doe je allemaal niet alleen, hè? Want achter elke sterke man, staat een hele sterke vrouw. En, zonder Mia was er niks van mij terechtgekomen. Dat geloof ik graag. Okay. Ja. Oh, dat zeg je te snel. Ja. Dat knap me eruit. Ja. Nee, jullie zijn altijd samen en we hadden wat voor je bedacht, of ik niet. Soms vragen mensen wat aan. En in dit geval zijn dat Paul en Herman. Oh. En dat was ongelooflijk ingewikkeld, want je houdt er wel een beetje goed in de gaten, Mia. Dus het was moeilijk om jou hier verrast te zien staan, dat je niks door had. En het is wel jammer dat het in klein comité is, hè, coronatijd. Toch, we staan hier buiten, allemaal coronaproof. En wat jij niet weet is, ik maak er een grapje van, hè, dat ik hoop dat je snapt dat dat grapje is, dat iemand die officier is, dat ik dan met zijn 75ste. Het is een andere reden. Namelijk, al in februari heb je aan deze twee mannen te danken, want ik dacht dat je het al was namelijk. Deze twee mannen hebben iets aangevraagd voor je. En op 2 februari 2021 heeft het college van de gemeente Doesburg gemeend jou ereburger van onze stad te maken. Heel hartelijk gefeliciteerd. Super, ja, dat snap ik. Dat snap ik. Oh, ik mag je niet knuffelen. Oh, weet je wat mijn moeder zei? Nee. Mijn moeder zei toen wij naar Doesburg gingen, zei mijn moeder, Martin, ga niet naar Doesburg. Er zijn maar twee dingen van Doesburg goed. Dat is de mosterd en de zuidenwind. En dan heb je het gehad. En nou, nee, dit vind ik echt heel gaaf. Ja. Het zijn er niet veel van. Ik heb hem hier. Ja, hoe gaan we dit doen? Maar ik leg hem gewoon op de tafel. Ik leg alles op de... Want dit is de... Ik moet even zo heel voorzichtig doen. Dit is de oorkonde. Door mij getekend door de gemeentesecretaris. Ik zal even het briefje... Dit is de... Ik heb hem vanochtend nog gecontroleerd. Ja, goede handtekening. Ja. Ja, maar dit heb ik ook gecontroleerd. Kijk, dit is de penning. Alsjeblieft. En wat je ook hebt, want je hebt altijd al zo'n dingetje, maar er komt er nog één bij. Een speldje voor op je revers. Dat je ook ereburger bent. En je ziet aan het kroontje dat jij ereburger bent en niet de erepenning hebt. Dus ereburger is het hoogst haalbaar. En nu heb je echt... Ja, of je moet nog een keer de Willemsorde krijgen of zo. Maar dat gaat niet meer lukken. Maar heel hartelijk gefeliciteerd. Jij verdient dat zo enorm. Even een reactie. Ja. Ereburger van Doesburg, gefeliciteerd. Ja, ik weet ook niet goed wat ik erop moet zeggen. Doesburg, je weet, ik kom uit Dieren. En ik heb net verteld dat mijn moeder zei, het enige van Doesburg is goed, is de wind, de zuidenwind en de mosterd. Maar ik ga nooit meer weg uit Doesburg. Want in Doesburg is er zoveel te doen. In Doesburg is zo'n groot verenigingsleven. In Doesburg zijn zoveel mensen die vrijwilligerswerk willen doen. En ja, en daar heb ik ook een beetje gebruik van gemaakt. Dat heel veel mensen samen met ons en met vele meer mensen in Doesburg dingen willen doen die goed zijn voor de gemeenschap. En daar ben ik heel blij om. En ik ben wel trots dat ik daarvoor het ereburgerschap krijg. Maar daar doe je het niet voor. Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Ook iets te vervoeren? Vraag de onze scherpe huurprijzen.